Welkom bij aflevering 12 van Hennie. Nee, Hennie. Nee, Hennie, moet je zeggen. We hebben nog onder de wedstrijd en na de wedstrijd een feest gehad. Zeg, met spelers erbij en zingen en schrik. En voor het stadion ook nog. En deze keer geen trammeland, alleen maar zingen en schrik maken. Ik heb gisteren de tuin gedaan. Ik heb Afrikaantjes in de tuin gezet. Politie in de deur, dat is discrimineren, zeggen ze. Dat is te raar, of niet? Dan ben ik s'avonds weer stappen, heb ik de bloemetjes buiten gezet. En we denken, ja, hebben ze aangifte gedaan. Ging het vrijdag lekker, zeg, tegen Jong Utrecht. 3-1 gewonnen, 3 punten en een periode. En 52.000 euro rijker, wat weet je nog meer? Dat was trouwens een mooi lopje van Sven Brake over die kiepot. De superboeren uit Doetinchem hebben ook goed hun best gedaan voor ons. Bedankt, boys. Ik vond Breinburg goed en Groeneveld met de 10e assist en weer een doelpunt van die gozer. Hè? Man van de wedstrijd. Verdi had zijn avond niet, maar het komt goed, jongen. De hele week vroeg naar bed en je bent weer helemaal de oude. Tegenstander Cambuur en het ontstaan van de naam. De familie Kamstra en buurman woonden naast mekaar van de Cambuur. Vrijdag mogen we tegen die schaters uit Leeuwarden. Die Friesen willen net zoals die Catalanen. Onafhankelijk worden van ons, van Gelderland. Haha, eigen volkslied. Friese vlag, koffiemelk en een eigen taal. Ik denk dat die spelers veel kaarten in elkaar. Paken en Beppe komen vrijdag ook kijken. Ik hoop dat de wedstrijd doorgaat. De rayonhoofden komen morgen bijeen om te beslissen. Ik kan dooien, maar het kan ook Friese, zeggen ze bij de Dela. Komt er net een keer lang met zijn zwarte lange jas. Ik voorspel, het gaat er niet meer om of we winnen, maar hoeveel we winnen. Het wordt gewoon een beetje twee vingers in de neus iedere week. En dan weer net zoals vrijdag een feestje, zingen en schik maken. Dat komt allemaal weer goed. We kijken niet naar beneden, maar we kijken naar boven. Hou je, en de volgende keer.